Goedemorgen en welkom bij een nieuwe workout met Colhout. Vandaag ben ik naar buiten gegaan om een training op te nemen. De vorige keer had ik binnen in mijn woonkamer, wat gelimiteerd is qua ruimte, maar groot genoeg. Alleen de kwaliteit was wat minder goed. Nu heb ik een goede camera bij me. Ben ik naar buiten gegaan. Zoals je ziet in de achtergrond is het heel rustig hier. Als dit niet het geval was, was ik ook zeker weer naar huis gegaan en had ik deze video in mijn tuin opgenomen. Maar omdat het rustig is, vind ik het verantwoord genoeg om deze video op te nemen. Ik merkte dat ik na 5 dagen thuis zitten even een frisse neus moest halen. Maar ik was wel zo alert ervan dat als het druk zou zijn geweest hier, dan was ik weer terug naar huis gegaan. En dan was ik gewoon bij mij in de tuin gaan zitten, wat echt heel mini is. Maar in principe zou ik daar ook kunnen trainen. Maar gelukkig is het rustig hier. Is het vrijwel bijna niemand hier. Dus ik ga gewoon een training opnemen voor jullie. En dit is een workout met Colhout. We gaan een full body training doen. Ik heb hem hier opgeschreven. En ik zou zeggen, laten we maar gewoon meteen beginnen. Voor deze workout heb je geen equipment nodig. Ik gebruik een yogamatje, maar dat is niet per se nodig. Vind ik altijd wel fijn. Maar als jij een bikkel bent, kan je gewoon op de grond dit doen. Verder kun je dit overal doen. Op je zolder, in je woonkamer, op je gamekamer, in je tuin, op je balkon. Dus eigenlijk geen excuses meer om niet eraan te beginnen. Dus laten we lekker beginnen.
En dat was de workout voor vandaag. Een 10 minuten home workout. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ga het lekker doen. Hij is zwaar, maar niet te zwaar. Dus ja, prima te doen. Let's go. Ik kan het, dus jullie kunnen het ook. Bedankt voor het kijken. Geef het natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video.